Zo, Steven van der Kruk. Eindelijk is tekst op donderdagavond. Wat vind jij dan van die Linkhof? Ah, zou ik wel zeggen. Kan beter doen als we even apart zitten, denk ik, of niet? Beter. Ja. Hoe gaat het met de assistent-veldtrainer? Gaat goed. Ja? Ja. Krijg je zin? Ja, we zijn goed bezig met de totale stap. Maar Mike ook, naar mijn zin. Dus, Want jij combineert nogal wat, hè? Assistent-trainerschap bij Dynamo. Ja. Het C1-trainerschap van Kwik. Mm-hmm. Waar je de ene week naar de andere week mee wint. Bijna. Bijna, ja. Hoe leuk is dat voetballeven zo? Ja, als er 8 dagen in de week zou zitten, dan zou ik er misschien wel achter met voetbal willen zijn. Het is gewoon iets wat ik vanaf kind af aan al hartstikke geweldig vond. Als speler afgesloten, maar nu een nieuwe carrière als trainer. Mis je dat zelf voetballen nou? Want jij hebt nog niet zo lang geleden toch op een aardig niveau gespeeld. Ja, klopt. Ja, die vraag krijg ik vaker. Ik denk, zij stellen zich denk ik niet voor dat ze daarna bijvoorbeeld ook trainer zijn. Kijk, ik snap als je net gestopt bent met voetbal en daarna niks meer hebt, ja, dat je dan wel dingen mist. Maar ja, ik sta nog steeds op het veld elke keer. Ik ben nog steeds heel erg bezig met het voetbal. Alleen trap ik nu zelf niet meer tegen de bal aan, maar vertel ik hoe het moet. Dus ja. En dat doet het zelf voetballen wel vergeten? Ja, dat vind ik wel. Ja. Wat is jouw inbreng? Hoe zou je dat omschrijven bij Dynamo nu? Ik denk dat ik mijn gedachten over het spelletje en over de groep, dat ik die deel samen met Jan. En dat we daarmee samen eigenlijk tot een perfecte, of in ieder geval zo goed mogelijk in onze ogen manier komen van trainen of van spelen of wie we opstellen of onze visie aan elkaar voorleggen. Nou, dat is toch altijd makkelijker dan in je eentje bent, dat je in je eentje bent. Dat je zelf eigenlijk moet kijken hoe het loopt en nu kunnen we nog zeggen van ja, als we dat doen dan kunnen we misschien daar tegenaan lopen en andersom. Dus ja, ik denk alleen maar dat dat goed is. En ben je het in dat driemanschap dan altijd met elkaar eens? Stuart, jij en Jan? Niet altijd. Ik denk de grote lijnen dat we daar wel aardig over eens zijn. Dat moet denk ik ook al wel. Als je helemaal haaks tegenover elkaar staat, dan heb je elke week, elke training discussie. Dat gaat het denk ik ook niet worden. Maar natuurlijk zijn er dingetjes waar we anders over denken. Maar ja, wat ik zeg, dan proberen we elkaar te overtuigen van waarom zou ik daarvoor kiezen of waarom kiest... Stuart daarvoor, waarom kiest Jan daarvoor? Dan komen we samen tot één kant waar we op gaan. En dat tot nu toe gaat dat goed. Dan het wisselend met Dynamo 2. Dynamo 1 pakt de laatste weken overwinningen. Hoe schat jij de kansen inmiddels in van het eerste? KMD is natuurlijk wel. Die hebben een aardig stapje genomen al. Die nog helemaal ongeslagen, alles gewonnen zelfs. Dus die staat nog op dit moment iets te ver van ons vandaan. Dus ik vind dat we ons op de tweede plek moeten focussen. Dat is ook reëel, denk ik. We zien waar we nu staan na de wedstrijd die we gespeeld hebben. We worden steeds beter we raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Het gaat steeds meer draaien. Dus ik denk dat een tweede en derde plek er wel in moet zitten voor ons. Dan schat jij Dynamo hoger in dan Jan Linkerhof. Ja, maar... dat angst haast een beetje. Nee, dat niet. Maar die heeft dat denk ik een paar weken geleden heeft hij dat al gezegd. Of misschien zelf voor het seizoen. Je moet altijd voorzichtig zijn met wat je wil. Want je wordt er aan het einde altijd op afgerekend. Dit ligt vast, ja. Dit ligt vast, maar je moet ook niet bang zijn. Je moet ook durven te zeggen waar je voor gaat spelen. Ik denk dat dat wel reëel is. Natuurlijk moeten we aankijken hoe de rest van het seizoen gaat lopen. Maar wat ik zeg, ik heb er vertrouwen in. De ploeg gaat steeds beter draaien. Dus wat ik zeg, ik heb vertrouwen in. Waar ben je het meest tevreden over? Ik denk wel over de instelling van de groep. Ik heb zelf nog een beetje meegemaakt dat anders is geweest. Sommigen die waren wel op de training, maar die hadden met een ander doel dan dat de rest van de groep bijvoorbeeld was. Sommigen wilden echt hard trainen. Sommigen wilden een beetje lamp ervan, dat noemde ik dat altijd een beetje. Daardoor kreeg je ook een beetje frustratie onderling. Dat werkte gewoon niet in de groep en daardoor ga je op zaterdag ook niet beter presteren.
En ik vind nu, met de groep die we nu hebben, staan al de neuzen aan één kant op. We werken keihard op de training. Dat zie je ook terug in de wedstrijden. We durven voor elkaar dingen op te knappen zoals dat hoort. Dat moet ook als je een team bent. Dus ik denk dat laatste een team zijn, dat ik het meest trots op ben. Dat we gewoon 11, 14 spelers op zaterdag hebben die er voor elkaar staan en die hetzelfde doel hebben. Dat is gewoon die wedstrijd willen winnen. Wat staat er zaterdag voor jouw programma? Zaterdag heb ik een verre uitwedstrijd. Eerst met de C1 naar Oosterhout, TSC. Dus dat betekent dat ik niet vanaf het begin hier bij het eerste kan zijn tegen Berkel. Maar dat ik denk ik net na de aanvang van de wedstrijd aankom racen op het sportpark en dan snel de duk uit induik. En denkend aan resultaten, hoe ziet dat eruit van de zaterdag? Nou, dat is grappig. Allebei hebben we 2 keer verloren, met Kwik en met Duno. Dat waren precies op dezelfde weken dat we allebei verloren, zeg maar. Dus als jij die dugout hier inraced zaterdag, dan weten we eigenlijk al wat het wordt? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, 1 keer is het niet zo, toen hadden wij gelijk gespeeld bij Quicksteps. Toen had ik gewonnen s'ochtends, maar de rest is het elke keer gelijk gebleven. Dus ja, daar gaan we vanuit. Ja, en waar gaan we dan vanuit? Ja, we moeten niet onderschatten, maar ik speel tegen de ene laatste zaterdag. Dat moeten 3 punten worden. Ja, en als dat zo is, dan kan je me vast feliciteren als je me tegenkomt. Gaan we doen. Succes. Dankjewel.